Goedenavond en welkom bij Love Update. Mooi dat u weer kijkt. Vandaag praten we in de studio met burgemeester Lieke Sievers, kindertherapeut Melanie Stroek en we gaan op zoek bij dokter Agatha Schilder. Eerst even kijken naar het laatste lokale nieuws. Heel veel mensen zitten in hetzelfde schuitje. Hun haar blijft groeien, maar de kapsalons zijn gesloten. Kapper Sjoerd in Edam denkt zoveel mogelijk mee met zijn klanten. Voor klanten is het gewoon heel goed om, als ze zelf hun eigen haar willen bijhouden, om zo'n schaarf te lenen. We verschijnen de uitgeleend, teruggekregen ook weer. Dan kunnen ze weer naar andere klanten teruggeven. Liever niet natuurlijk, wacht alsjeblieft tot de kappers weer open zijn. Maar als je het eraf haalt, niet te kort. Het is vandaag exact een maand geleden dat cafés en restaurants hun deuren moesten sluiten. Gelukkig worden er deze week door het UWV worden de lonen gestort. Wij moeten wel weten wat of de details zijn straks, wat of we moeten gaan doen, weet je. Moeten we een positieve instelling hebben om te zeggen van ja jongens, hoe gaan we straks verder? Normaal gesproken is tweede paasdag een uitgelezen moment om een bezoek te brengen aan de Volendamse meubelboulevard. Ondanks de huidige crisis wisten veel mensen ook dit jaar de weg te vinden naar de lokale woon- en slaapwinkels. We wisten eigenlijk totaal niet wat ons te wachten stond. Zou het druk worden? Zou het erg rustig zijn? We hadden eigenlijk geen enkel idee. We waren ook wel bang dat het te druk zou worden. We hebben iemand buiten gezet. We hebben de looprichting bepaald. Dus mensen komen rechts binnen, vragen of ze rechts omhingen. Dat is eigenlijk allemaal informatie lopen. En dat is eigenlijk wel heel goed gegaan. Dus we kijken terug op een goede dag. Naast mij zit weer burgemeester Lieke Sievers. Van harte welkom weer. Dankjewel. Er gaan de wildste verhalen rond over de Volendamse kermis. Hij zou al zijn afgelast. Wat is er van waar? Nee, er is niks van waar. Er is nog helemaal geen aanleiding om een besluit te nemen. Dat kan ook nog niet. We weten ook landelijk nog niet wat de richtlijnen zijn. Ik weet wel waarom de geruchten gaan. En dat heeft te maken met het feit dat we als gemeente alle ondernemers uitstel van betaling hebben gegeven. En in deze fase is het normaal dat alle kermisexploitanten al een 25% aanbetaling doen ten behoeve van de kermis. En daar hebben we uitstel van gegeven bij die ondernemers die dat nog niet hadden betaald. En we hebben die 25% teruggegeven aan de ondernemers die wel hadden betaald. Dat is niet omdat er een besluit is over de kermis, maar omdat we alle ondernemers op dezelfde manier willen behandelen en zorgen dat ze in de tijd waarin ze niks kunnen verdienen toch nog in elk geval die 25% van ons terugkrijgen als gemeente. Dus er is nog helemaal geen besluit genomen verder. Het is alleen ten behoeve van de ondernemers en hun eigen cashflow. Maar dat is wel goed om dat even duidelijk te hebben dus. Ja, dat lijkt mij ook. Want op het moment dat je dat soort geluiden krijgt, dan gaat er al een soort reactie ontstaan. Terwijl het nu nog echt te vroeg is om daar al voor over een half jaar een besluit over te nemen. Er zullen ongetwijfeld gevolgen zijn. Daar moeten we ons denk ik wel op voorbereiden. Maar de mate waarin en de manier waarop en überhaupt over de hele kermis nog niets van te zeggen. Oké. Hoe schat u de kans er zelf in? Daar ga ik ook nog niks over zeggen, want dat is gewoon echt koffiedik kijken. Mm-hmm. Oké. Hoe was het afgelopen weekend qua handhaving? Nou, ik wil hem eigenlijk omdraaien. We hebben besloten om de markt door te laten gaan. En dat is gewoon uitstekend verlopen. Daar hebben de kooplui zich heel erg goed op voorbereid. Daar hebben de inwoners, de bezoekers aan de markt, heel erg goed aan meegewerkt. En ook de winkeliers van de Havenhof hebben op een uitstekende manier hun inzet getoond. Sowieso vind ik dat de detailhandel met alle maatregelen over anderhalve meter en schermen zich heel goed voorbereid hebben en nu meedoen om te zorgen dat die anderhalve meter wordt gerealiseerd. Dus dat gaat heel erg goed. En dat doet eigenlijk het allergrootste deel van de samenleving. En dus hebben we alleen maar op sommige plekken hoeven waarschuwen en even mensen toespreken of nog even het uit hoeven leggen. Maar er is geen boete hoeven geschreven worden. Oké, nou, dat is positief nieuws. Hartstikke goed. Hoe kijkt u over het algemeen naar de inzet van de politie? Wordt er niet heel veel afgeschoven op de BOA's? Nee, op dit moment is er een uitstekende samenwerking. Er wordt juist nu, omdat er zijn maar weinig mensen op straat, dus een heleboel normale criminaliteit, woninginbraken, dat vindt niet plaats. Dat zie je ook heel erg aan de cijfers. Dus er is veel meer politie op straat en de samenwerking met de BOA's is heel erg goed. Oké, perfect.
Hoe zit het met de activiteiten voor 4 en 5 mei? Ik begreep dat daar nieuws over is. In die zin nieuws dat we hebben natuurlijk afgelopen week van de landelijke 4-5 mei-comité gehoord dat, en dan wisten we al dat de grote dingen helemaal niet doorgaan, maar dat er op hele bescheiden manier wel kransen gelegd worden en toespraken, maar net zo goed als Andrea Bocelli zong voor een leeg plein, wordt dit ook op een hele kleine schaal gedaan met enkele mensen om toch met waardigheid te herdenken. En dat gaat door jullie worden opgenomen op 4 mei. En op 5 mei is de bedoeling dat we, en daar zal ik volgende week nog meer dingen over vertellen in de week daarop. Maar in elk geval dat zoveel mogelijk mensen gaan vlaggen. En dat we thuis proberen om er toch nog op een goede manier aandacht aan te besteden. En we zullen als college nog een besluit nemen over de manier waarop festiviteiten eventueel volgend jaar nog doorgaan. Of misschien in het najaar voor wat betreft alles wat er in de kernen al was georganiseerd. Mm-hmm. Wordt in ieder geval iets aan gedaan dus? Zeker, want ja. Het is wel 75 jaar bevrijding. Ja. En ook 75 jaar na de oorlog. En juist in deze tijd, waarin we eigenlijk voor het eerst pas sinds de oorlog voelen wat het is om zo beperkt te worden in je vrijheid, denk ik dat er alle aanleiding is om stil te staan bij wat het betekent om in onvrijheid te leven. En dus ook straks weer extra aandacht te besteden aan het feit dat we in elk geval geen oorlog hebben. Wel een hele ernstige situatie, maar dat we ons alvast voorbereiden op de vrijheid die we daarna weer kunnen gaan genieten. Mm-hmm. Want ik weet dat u ook iemand bent die veel waarde hecht aan vrijheid en warmte en verbondenheid. Hoe bleef u persoonlijk zo'n periode van, we hadden het er net even over, het wordt social distancing genoemd, maar u noemt het eigenlijk physical distancing. Ja, mijn oudste zoon die woont in Canada en daar gebruiken ze dat woord. En dat vind ik eigenlijk veel betere term. Want ik had het er net met Melanie ook even over. Juist in deze fase, je moet wel fysiek 1,5 meter afstand houden, maar we hebben elkaar. Ook al is het dat je die 1,5 meter afstand moet houden buiten je gezinsverband. Het is wel, we dragen dit samen. En dat kan alleen als je juist elkaar blijft steunen. En het contact, ook al is het virtueel, heel intens maakt. En wat ik ook hoor is dat in gezinnen er tijd is om met elkaar weer op een andere manier contact te maken. En op een andere manier gezelschapsspelletjes te doen. Op allerlei manieren elkaar weer beter te leren kennen. Want anders is iedereen aan het jagen en dit moet en dat moet. En dat is nu niet. Dus er zitten ook, als je de kans hebt om om de tijd die je hebt zo te benutten, er zitten er ook hele goede mogelijkheden in. Maar dat betekent wel, we hebben elkaar en we moeten het dus ook met elkaar doorkomen. Hoe bleef u het zelf? U heeft een hondje aangeschaft, vertelde u. Ja, dat is echt ontzettend leuk. Maar wat ik er zo bijzonder aan vond, is dat ik hoorde dat in heel veel asiels allerlei dieren nu in gezinnen terecht zijn gekomen, omdat men ook zoekt naar manieren om iets levendigs, iets nieuws, iets wat energie geeft, toe te voegen aan het huishouden. En waar dat kan, is dat denk ik ook een enorme aanwinst. Want het maakt ook, dieren maken hele goede dingen in mensen los. En dat helpt denk ik om deze tijd, die toch heel zwaar is, om die met elkaar door te komen. En persoonlijk, ik fietste net hier naartoe en dan is het haast beklemmend hoe stil het op de weg is. Dat ben je niet gewend. Mensen horen op straat te zijn, zeker met dit mooie weer. En nu kan dat niet. We doen het voor een goede reden. Maar ik hoop wel dat we geleidelijk aan, en de regering zal dat bekend gaan maken eind van de maand of in de periode daarna, dat een deel van het normale leven weer terug kan gaan komen. Ja, denk dus je dat? Kijk daar wel naar uit. Ik denk niet dat het op hele korte termijn al is. En we zullen een aantal aanpassingen mee moeten leren leven. Maar ik kan me niet voorstellen dat we echt een samenleving krijgen waarin 1,5 meter de norm wordt. Een mens is een sociaal dier. Natuurlijk kunnen we een heleboel dingen zelf. Maar ik denk dat we wel toch ook dat sociale, dat met elkaar zijn, dat hebben we wel erg nodig als mensen. Ja, denk ik ook, ja. Maar totdat er een vaccin is, zal het lastig worden, denkt u niet? Ja, maar we hebben met meer dingen te maken dan alleen de angst voor een virus. Ik denk dat angst is, een heel oud spreekwoord, een slechte raadgever. Je kunt daar ook gezond verstand tegenover zetten.
En ja, er zijn ook heel veel manieren waarop je wel contact kan maken zonder dat je het bang hoeft te zijn om het virus over te dragen of te krijgen van iemand. En ik denk dat we daar een nieuwe balans in moeten gaan vinden. Maar angst als leidraad voor het samenleven lijkt me een hele slechte. Ik zou liever inderdaad blijven kiezen voor het samen doen en de vrijheid genieten, voor zover dat binnen die dat gebruik van je verstand mogelijk is. Ja, het zou mooi zijn als we daar over een paar maanden weer naartoe kunnen. Dat gaat absoluut komen. En met de manier waarop we zeker ook in onze gemeente met elkaar dit aan het doen zijn, gaat dat absoluut lukken. De wereld zal niet meer helemaal hetzelfde zijn. We zullen enorm in de crisis terechtkomen van de recessie. Economisch zullen we heel veel weer op te bouwen hebben. En als er dan een moment is dat we elkaar nodig hebben, dan is het ook dan wel weer. Dus onze gemeenschap wordt gekenmerkt door elkaar vasthouden, elkaar steunen. Laten we dat vooral blijven doen. Ja. Even iets heel anders nog, even kort. Ik zag een foto voorbij komen bij het afvalinzamelingsstation, de Milieustraat. Ja. En er stond een enorme file. Dat is natuurlijk een landelijk probleem. Maar kunnen we dat nog op een bepaalde manier oplossen? Nou, ik vind juist dat het een heel goed teken is. Want dat betekent dat een heleboel mensen de tijd nemen nu en van de nood een deugd maken om hun huis op te knappen, om het behang eraf te krabben, met elkaar een klus te doen in huis of in de tuin. En ja, dan moet men in de file staan voor de Milieustraat. Want daar, omdat je bij het storten wel even iets meer tijd nodig hebt en ook die ruimte nodig hebt, die anderhalve meter. Maar mensen staan heel geduldig in de file. Dat is helemaal geen probleem. Dat gaat op een hele ordelijke manier. Dus ik vind juist dat het ook weer... Ik vind echt dat dit de fase is van omdenken. Je moet juist zien dat het... heel veel mensen doen dat. Moeten dus dat afval kwijt. Ik ben blij dat ze het bij de Milieustraat brengen en niet ergens dumpen, want dat lees ik op plekken waar de Milieustraat beperkt open is. Dat gebeurt bij ons niet. Dus ik vind juist dat we heel goed bezig zijn daarin en dat mensen zich in die file goed gedragen. Klasse. Oké, nou top. Mooi dat u het van die kant bekijkt. Nou, volgens mij kunnen we het ook zo zien, want er is geen vechtpartij geweest of onvertogen woord of wat dan ook. Nee, nog niet. Het gaat nog gewoon niet. Echt goed. Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. We moeten met elkaar juist... ik denk echt dat 90-95% van de mensen wil dat het goed gaat en doet zijn stinkende best. En dat moeten we volgens mij met elkaar blijven uitdragen, dat dat ook zo is en dat dat ook de manier is waarop we dit met elkaar doorkomen. En we zijn er als overheid voor om degenen die zich niet aan die afspraken houden, die het moeilijk maken voor een ander, om te zorgen dat we dat, dat we daarop handhaven. En zo zitten we erin. We steunen al die mensen die het goed willen doen. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Hoe is het gesteld met het coronavirus in onze gemeente? Dr. Agatha Schilder praat ons bij. Ik heb het gevoel, en we updaten iedere namiddag met collega's onder elkaar, dat het allemaal redelijk stabiel is. Dus geen excessen. Ik heb ook contact gehad met specialisten, het ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis. En die hebben ook alles onder controle. Het hoeft niet opgeschaald te worden, de IC's. En wij worden ontzettend gesteund, met name door de sporthal De Beuk, die open is, waar we mensen heen kunnen verwijzen, waarvan wij grote verdenking hebben dat ze COVID-positief zijn. We kunnen dus nog steeds niet testen, maar er is ook een mogelijkheid voor mensen die in de zorg verlenen, waarvan wij denken dat ze getest moeten worden, dus als ze ziektesymptomen hebben of contact hebben gehad, kunnen we mensen daarheen verwijzen. Dat is bij de brandweer in Purmerend. Een soort drive-in. Worden ze dan getest en dan krijgen wij de uitslag binnen 24 tot 36 uur. Maar wij moeten het wel zelf, die patiënt, getrieerd hebben. En dus noodzakelijk achter dat ze getest worden. Want het is nog steeds zo dat wij patiënten niet kunnen testen. Van echt meevallen kun je nog niet spreken. Maar we hebben wel het gevoel dat we het tot dusver onder controle hebben. En ik denk dat is ook mede dankzij wat iedereen doet. Iedereen doet zijn best, heb ik het gevoel. Afstand bewaren, in de elleboog niezen en de gewone dingen die je natuurlijk steeds op televisie hoort. Maar, en ook omdat we niet hoeven op te schalen nog hier. Vanuit Amsterdam horen we andere berichten. Dus ja, ik heb het gevoel in de sporthal dat het wel onder controle is. Maar ja, of dat nou meevallen is, we worden gewoon heel erg gesteund. En iedereen doet zijn best. Buiten het ziekenhuis, in het ziekenhuis, in de sporthal.
Ik ben nog steeds voorzichtig. Ik denk echt dat we er nog lang niet zijn. Naast mij zit kinder- en jeugdtherapeut Melanie Stroek. Van harte welkom. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat kinderen en jongeren het best zwaar hebben op dit moment. Ja, ik denk ook dat het voor kinderen, het coronavirus zeker effect heeft op kinderen. Het is natuurlijk allemaal anders voor een kind. Ze kunnen niet meer naar school. Ze hebben geen opvang meer, geen bezoekjes meer aan opa's en oma's. Spelen met vriendjes en vriendinnetjes is heel anders. Ik denk wel dat ieder kind er op zijn eigen manier op reageert. Het ene kind zullen wat makkelijker doorheen gaan dan het andere kind. En dan denk ik vooral aan de kinderen met een gedragsprobleem. En als ik dan even een kind met een autistisch kind neem, kan het voor autistische kinderen best zwaar zijn. Het is natuurlijk een heel andere dagelijkse situatie. In ene word je vader of moeder een docent. En op school hoef je niet meer te werken, dat moet je allemaal thuis doen. Er is een heel ander ritme in huis en dat roept een hoop frustratie op. Dat is voor zowel de ouder heel zwaar, maar voor het kind natuurlijk ook. En hoe kun je daar dan mee omgaan als ouder zijn? Ik denk dat het erg belangrijk is om, ondanks dat er, ja, voor mijn eigen gevoel is het ook elke dag zaterdag en zondag, een soort ritme, ondanks dat het allemaal anders is, te hanteren. Dus maak een planbord of schrijf iets op voor de kinderen, dat het ritme en dagelijkse dingen zichtbaar zijn. Want ik hoor ook vaak van, ja, we hebben wel ritme en we zeggen wel wat of we het over de dag gaan doen en wat er allemaal gaat gebeuren. Maar voor jonge kinderen en vooral voor kinderen met een gedragsprobleem, is het ook ontzettend belangrijk om het visueel te maken voor ze. Dus niet alleen via taal, want ze zijn eigenlijk helemaal niet talig ingesteld, maar ook via beeld. Dus hang ergens in je huis een groot bord op van wat gaat er vandaag gebeuren en wat gaan we vandaag doen. En desnoods, als de activiteit is gedaan, draai je het plaatje om, zodat het kind ook een duidelijk beeld heeft van, de dag gaat voorbij, het is avond. Dus maak het zichtbaar voor het kind. Dat is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Hoe ga je er zelf mee om? Want je bent net moeder geworden van je tweede kind. Ja, en ik heb een zoontje van 2,5. Hij heeft er nog niet heel veel in de gaten. Maar ik merk ook, laatst zei hij tegen mij, we gaan nergens meer heen. Mama, ik wil ergens spelen. We gaan altijd naar Monkey Town. En dat lukt niet meer. En ik denk ook dat alle moeders ervaren. Er moet heel veel thuis gebeuren nu. En dat kan frustratie en boosheid bij een kind oproepen. Maar het heeft natuurlijk ook een bepaalde voordeel weer, want we komen echt naar elkaar toe. Ja, maar hoe ga je dat dan uitleggen aan een kind van 2,5, als je dat zegt? Ik werk altijd met plaatjes. Dus ik heb allemaal plaatjes, wat we thuis allemaal gaan doen. En hij weet nog niet van het coronavirus, dat snapt hij allemaal nog niet. Maar ik leg hem wel uit wat we overdag gaan doen. En dat doe ik aan de hand van plaatjes. Dus vandaag gaan we in de tuin spelen of vandaag mogen we naar een vriendje of zo doe ik dat dan. Dus het coronavirus laat je gewoon helemaal achterwege? Ja, voor iemand van 2,5 laat ik het helemaal achterwege. Maar als kinderen ouder zijn, zou ik het zeker wel duidelijk uitleggen. En wat ook dan belangrijk is, maak het vooral visueel voor kinderen. Dus aan de hand van plaatjes. Ik heb daar ook nog een leuke link van voor ouders. Dat is een soort boekje dat in stappen wordt uitgelegd van, wat is het coronavirus? Hoe werkt het coronavirus? Wat kunnen we eraan doen? Waarom is het belangrijk om op te volgen? Het is dan wel belangrijk voor een kind om het in kindertaal te formuleren. Want kinderen zijn geen kleine volwassenen. In volwassen taal snappen ze het vaak niet. En ze zijn heel beeldig ingesteld, zoals ik net ook al vertelde. En het is belangrijk voor een kind, in kindniveau bedoel ik ook, het moet niet een grote angst voor ze worden. Want ik begreep dat er kinderen zijn die dan een bepaalde angst hebben en dat dat door het virus echt extreem wordt. Ja. Kun je daar dan mee omgaan? Ja, ik hoor nu ook een beetje vaak om me heen van kinderen durven niet meer te slapen. Of dan krijgen ze allemaal angstgedachten. Papa, mama, als jullie het virus krijgen, wat gebeurt er dan? Gaan opa en oma dood als ze het virus krijgen? Het is dan voor sommige kinderen heel zwart-wit. Wat of ik dan als tip kan geven, is als het echt een belemmering wordt voor een kind. Ze durven bijvoorbeeld niet meer naar buiten. Of ja, de slapen wordt belemmerd. Dat je dan kan, in de praktijk doe ik dan, dan heb ik het over een rode gedachte, een niet-helpende gedachte en een groene gedachte, een helpende gedachte voor een kind. En de niet-helpende gedachte, de rode gedachten, die maken dat kind bang. Als ouder zou je dan kunnen zeggen, we gaan samen de niet-helpende gedachten opschrijven. Welke gedachten heb jij nou als je gaat slapen en je denkt aan het coronavirus? En je laat het kind dan de gedachten opschrijven. Het is dan ook als ouder ook interessant om te zien wat er in een kind zijn hoofd speelt. Want kinderen kunnen het vaak minder goed in woorden naar buiten brengen. Die laten het vaker zien in gedrag.
Dus bijvoorbeeld dwars, niet kunnen slapen, boosheid, verdrietig. Dus het is voor ouders ook heel erg interessant om te kijken wat voor gedachten ze dan hebben. Als je samen met de kinderen de gedachten hebt opgeschreven, de rode gedachten, kun je gaan kijken hoe kunnen we hier nou onze helpende gedachten van maken, zodat jij straks wel kan leren slapen of dat je wel naar buiten durft. Het is dan ontzettend belangrijk om het kind te laten denken over de gedachten. Niet om alvast in te vullen voor het kind. Oké, okay, interessant. Ja. Nou, ouders ja, die worden natuurlijk ook automatisch gebombardeerd tot lerares, ja, en leraar, thuisonderwijs. Maar ik heb het idee dat ze zichzelf ook vaak heel veel druk opleggen. Ja. Ja. Is dat nodig? Ja, eigenlijk kun je wel inkoppen. Ik mijn complimenten voor alle moeders en vaders die de kinderen nu onderwijs geven. Want ja, wat of ik net ook al zei, een moeder en een vader is geen docent. Ik denk dat het wel belangrijk is. Het ene kind viest door het lesstof 1. En het andere kind heeft er al veel moeite mee. Of vindt school eigenlijk al helemaal niet leuk. En die moeten thuis ook nog aan school werken. Probeer de ruzies zoveel mogelijk te vermijden. Wat zou je kunnen doen als er echt gewoon continu strijd is om dat schoolwerk? Deel het op in stukjes. We gaan bijvoorbeeld 's ochtends een half uurtje eraan, 's middags en in de namiddag. Zodat het niet de hele ochtend een geruzie is om het schoolwerk. En hoe moeilijk of het soms ook is, en ik ga ook niet zeggen van het schoolwerk moet niet gemaakt worden, maar laat het soms ook rusten. Ja. En accepteer de situatie gewoon. En accepteer de situatie zoals het is. Want de kinderen leren nu ook van elkaar. Met elkaar in het gezin, door andere activiteiten te doen. Ja, de hele situatie is anders nu. Mm-hmm. Dus dat is ook even anders. Jij gaat binnenkort weer aan het werk, na het verlof? Ja, in mei start ik weer met werken. Wat verwacht je aan te treffen? Nou, we wachten natuurlijk de maatregelen af, hè, vanaf 28 april. En ik hoop, ik hoop dat ik weer kan beginnen. En bij mij zal het in de praktijk 1-op-1 zijn en dan met 1,5 meter afstand. En ik hoop op het dat ik weer kan werken. Ja, want u ziet normaal dagelijks leven eruit voor jou, een beetje gemiddeld gezien. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. En ik volg ook vaak cursussen en workshops en om mezelf te blijven ontwikkelen. En ik ben benieuwd welke hulpvragen na dit virus allemaal binnenkomen. Want ik kan me erg goed voorstellen dat kinderen ook angstiger kunnen zijn. En vooral de gevoelige kinderen onder ons. Is er een bepaalde les die je zelf trekt uit deze crisis? Ik merk dat we veel meer samen doen. Een leven voor de corona, zeg ik altijd, was best hectisch. Er moest een hoop bal in de lucht om door te kunnen gaan. En nu eigenlijk, je man is meer thuis. Zelf hoef je niet, ik hoef nu ook niet te werken. Merk dat we meer naar elkaar toe trekken. En dat er ook meer ruimte is voor andere dingen. En wat ik net al zei, je bedenkt de leukste spelletjes en activiteiten met je kinderen. Dus het heeft een nadeel, maar misschien ook een voordeel. Heb je tips voor leuke spelletjes om thuis te doen met kinderen? Motorische spelletjes allemaal. En tekenactiviteiten, knutselactiviteiten, dansspelletjes. Je ziet nu ook heel veel op internet voorbij komen dat ze danslessen geven en al dat soort dingen. En dat is natuurlijk ook goed voor de ontwikkeling van het kind. Oké, duidelijk. Is er nog een afsluitende boodschap die je hebt voor de kijkers? Maak het wat of je kan doen gezellig met elkaar. En accepteer het zoals het is. En hopelijk komt het allemaal goed. Top, bedankt voor je komst en succes alvast vanaf mij. Dankjewel. Wij gaan even kijken naar de videoboodschap die is ingestuurd. Vandaag komt die van Chris Kwakman. We willen alle mensen die eenzaam zijn, de ouderen en natuurlijk alle andere getroffenen door het coronavirus, een hart onder de riem steken. Het is een hele rare tijd voor iedereen. Een tijd waarin we elkaar harder nodig hebben dan ooit. Laten we er ook samen het beste van maken en focus op de mooie dingen die het met zich meebrengt. Ik ben ervan overtuigd dat we met een positieve houding ons hier allemaal doorheen slaan. Namens Team Zeekracht wens ik iedereen veel kracht toe en positieve energie. U kunt gewoon nog steeds blijven mailen met tips en videoboodschappen. Dat kan naar update@rtvlove.nl. Deze uitzending is alweer bijna ten einde. Hij wordt herhaald via Facebook en YouTube en gewoon op Love TV. Wij zijn er weer vanaf zaterdagavond. Ik zou zeggen graag tot dan en bedankt voor het kijken.